Hallo, wat fijn dat je er bent. Welkom bij het Learnit webinar Zelfsturende Teams. Hoe maak je die succesvol? Mijn naam is Annemaria Bezemer, ik ben trainer en coach bij Learnit en ik verzorg dit webinar voor je. Uh, we hebben ook technische ondersteuning. Mocht je tegen dingen aanlopen, zet het dan vooral in het chatveld en dan uh, gaan we daarmee aan de slag. Dat chatveld kun je natuurlijk ook gebruiken voor vragen die je hebt of dingen die je wil melden. Uh, ik kan kijken of ik uh, tijdens het webinar kan reageren, maar lukt dat niet? Dan blijf ik na het webinar nog heel even uh, na en dan kijk ik of ik alsnog antwoord kan geven op je vragen. Uh, nog even een andere. Ik ga ook het, uh, de interactie met je opzoeken door polvragen. Uh, en als er een polvraag gesteld wordt, krijg je antwoordmogelijkheden te zien naast het chatveld en dan kan je gewoon op, de, op het antwoord van je keuze drukken. Ik stel voor dat we maar lekker gaan beginnen. Uh, nou, dus we gaan het hebben over zelfsturende teams, een uh, beetje een hot item. Uh, daarom hebben we het er ook over. Het is een beetje op en af gegaan met uh, de populariteit van zelfsturende teams. Uh, maar op het moment is het weer, uh, toch weer heel erg uh, in. Dus daarom gaan we het erover hebben en we gaan vooral kijken naar... wat het nou eigenlijk ook precies is, want het, is een, het lijkt wel of het een beetje... soms mensen een beetje aan de haal gaan met de term zelfsturende teams. Uh, en dan gaan we kijken naar uh, de relatie tussen zelfsturende teams en teamontwikkeling. Uh, omdat, uh, wat mij betreft, de, het succesvol zijn van een zelfsturend team daar heel erg mee te maken heeft. En daarom geef ik ook wat tips die je per fase, per teamontwikkelfase kunt inzetten. om ervoor te zorgen dat je succesvol groeit en ontwikkelt in je organisatie. Nou, om te beginnen, maar even dus, wat is nou een zelfsturend team? Nou, dus uh, tijd geleden al uh, uh, ontwikkeld. En het komt uit de Sociotechniek, dat is een bedrijfskundige stroming. Uh, en wat zij hebben gedaan is eigenlijk het verband gelegd tussen arbeidsverdeling en productiviteit aan de ene kant en de kwaliteit van het werk van mensen aan de andere kant en dat centraal gesteld. Uh, en wat je dan ziet is dat die kwaliteit van het werk van mensen een enorme invloed heeft op die productiviteit en goede arbeidsverdeling. En als je daar dus in investeert en zorgt voor een lerende, groeiende, zich ontwikkelende organisatie. Uh, en mensen ook wat meer invloed en verantwoordelijkheid geeft, dan groeit dus ook jouw organisatie. Dus dat was een, uh, een prachtige ontdekking. Past natuurlijk ook wel heel erg bij deze tijd. Uh, dus daar komt het eigenlijk uit vandaan. Alleen uh, wat je ziet is dat de productiviteit soms uh, het overwicht krijgt uh, ten opzichte van het investeren in mensen. En dan zie je nog wel eens dat dat werken met zelfsturende teams toch best vaak ook misgaat of niet zo succesvol is. ...dan we eigenlijk hadden gewild, of dan de organisatie eigenlijk had gewild. Wat zijn nou belangrijke kenmerken dan waar je zelfsturende team aan moet voldoen? Nou, de eerste is dat het een, uh, zeg maar echt duidelijk moet zijn dat de groep medewerkers als team verantwoordelijk is... ...dus echt samen verantwoordelijk is voor een bepaald deel van de organisatie. Dus het leveren van een dienst of een product of een uh, fase in een product... Maar het moet duidelijk zijn dat, uh, hè, dus het moet duidelijke kaders hebben waar dat team verantwoordelijk voor is. En ze moeten natuurlijk ook de invloed krijgen die daarbij hoort. Nou, dan uh, zijn ze ook verantwoordelijk voor het organisatorische deel. Dus ze zijn binnen het kader natuurlijk verantwoordelijk voor het managen van zichzelf en de taak. Moeten daar dus ook een duidelijk doel in hebben. En ze moeten dus de benodigde middelen, informatie. Uh, maar ook autoriteit, maar ook tijd krijgen en bekwaamheden kunnen ontwikkelen. En als je aan die drie kenmerken voldoet, heb je grote kans van slagen als het gaat om een zelfsturend team. Nou ben ik wel even benieuwd uh, wie jullie allemaal zijn die er vandaag uh, meekijken. Uh, en mijn eerste vraag is dus aan jullie: zit jij op dit moment in een zelfsturend team? Hè? Want het kan zijn dat je natuurlijk. Dat jullie organisatie aan het denken is over zelfsturende teams. Maar het kan ook zijn dat het al allemaal gebeurd is en dat je er al in zit. Dus mijn vraag is: zit jij in dat zelfsturende team? A is ja, B is nee. C is: ik zit er niet in, maar ik, ik manage een zelfsturend team. En D, onderweg of gedeeltelijk. Ik ga even naar links kijken, want daar staat namelijk de uitslag op mijn tablet. En ik zie dat het grootste gedeelte van de mensen die er vandaag bij zijn nog niet in een zelfsturend team zitten. Um, uh, ja, een groot deel, uh, dus op de tweede plek staat nu uh, D, mijn team is zelfsturend of onderweg naar zelfsturend, deels zelfsturend. En uh, 16, 17 procent zit wel in een zelfsturend team. Nou, dus dat is leuk. We hebben echt uh, diversiteit uh, in ons publiek vandaag, in onze deelnemers. Erg leuk om te zien. Maar ook wel grappig dat er dus een aantal mensen van jullie zijn die kijken, die er nog niet in zitten. En dan schat ik maar even in dat er uh, misschien wensen zijn, of dat je misschien uh, uh, zeg maar de, de dingen die voor een zelfsturend team werken, zou willen toepassen in het team waar je in zit. Allemaal leuk, want dat kan allemaal natuurlijk uh, helpen. Uh, wat wij zo meteen dan uh, gaan behandelen. Dus dankjewel voor de antwoorden. Ja, dat was inderdaad de laatste uitslag. En dan heb ik uh, even wat vragen op een rijtje gezet wat ik, die ik uit de intake heb gehaald. Uh, want dat waren, uh, het zijn niet alle vragen, maar ik heb er even een paar uitgehaald. Dus bijvoorbeeld, hoe maak je nou van een team waar ik nu in zit, hoe zou je daar nou een zelfsturend team van kunnen maken? Wat ik ook veel zag is, wat doe je nou als leidinggevende om te zorgen dat je een goed fundament krijgt voor een zelfsturend team? wat is überhaupt de rol van een leidinggevende... en hoe zorg je dat zo'n team focus bewaart. Dus, hè, en daarmee, wat ik daar dan uit begrijp is... hoe zorg je nou dat ze uh, voldoende aangesloten blijven... en voldoende verantwoordelijkheid nemen voor waar ze eigenlijk voor aangesteld zijn. Nou, het komende gedeelte wat ik uh, met je ga doornemen... geeft als het goed is allemaal antwoorden op deze vragen. En het allerbelangrijkste als ik kijk naar uh, het, zeg maar de stap maken... Van een traditioneel team naar een zelfsturend team, is dat het vaak te snel moet en dat we in de organisatie stappen overslaan. Dus het allereerste waar ik naar je wil kijken in het algemeen is dat je de tijd moet nemen om over te gaan naar een zelfsturend team. Natuurlijk hangt dat ervan af waar je huidige team staat, uiteraard. Maar sowieso is er altijd een stap te maken omdat we niet gewend zijn, gewoon. Honderd jaar al niet gewend zijn om volledig zelfsturend te werken. Dus neem de tijd. Het allereerste wat er moet zijn, is duidelijke doelen en kaders. Dat geldt natuurlijk voor alle organisaties in het algemeen en voor elke afdeling, maar voor zo'n zelfsturend team. Je moet helder maken waar gaat het over, waar moet ik me aan houden, waarbinnen kan ik me vrij begeven. Dan moet je zorgen dat het team, omdat ze ook verantwoordelijk zijn voor de prestaties die ze, die ze leveren, dat het team ook die prestaties kan zien en meten. Maar dat natuurlijk ook de leidinggevende die prestaties kan zien en meten. Want een, een zelfsturend team wordt uiteindelijk gestuurd en aangesproken op resultaat, op output. Dus die moet je dan wel kunnen zien en meten. En dat is voor de ene soort bedrijven natuurlijk moeilijker dan voor de andere, maar dat is wel een voorwaarde. En dan moet er dus ruim, ruimte en tijd zijn, en misschien ook wel geld zijn, voor de uh, leden van een zelfsturend team om die nieuwe competenties aan te leren. Uh, we gaan straks ook kijken naar. Je hebt, je hebt vakvolwassenheid. En heel veel mensen, denk ik, die in zelfsturende teams gaan werken, hebben wel die vakvolwassenheid. Maar je moet ook nog, nu dan dus, die organisatorische volwassenheid uh, krijgen. Je moet ook organisatorische en managementtaken eigenlijk met elkaar gaan verdelen en dat is echt een andere dimensie en dan moet het ook nog zo zijn dat de organisatie wordt aangepast um, en dat ligt misschien wat meer voor de hand als de hele organisatie overgaat naar zelfsturende teams maar je ziet toch wel vaak dat er een paar afdelingen overgaan of een laag overgaat naar zelfsturende teams. Uh, en dan moet je wel zorgen dat de organisatie zich aanpast, dat de organisatie ook weet waar ze zich aan te houden hebben, waar andere afdelingen zich aan te houden hebben. Je hebt niet meer vaak een, een vaste contactpersoon, je kan niet meer automatisch naar een leidinggevende gaan. Dus mensen moeten ook leren weten hoe dat werkt. En dat, dat heeft echt wel uh, niet alleen tijd, maar dat heeft ook echt wel uh, strategische keuzes nodig. Nou, dat zijn uh, wat mij betreft eigenlijk de algemene dingen waar je aan moet denken. En nu wil ik met je de stap maken naar hoe ontwikkelt zich nou dat team richting een zelfsturend team. Nou, dat, he dat heeft echt met het zetten van stappen te maken. En nogmaals, dan hangt het ervan af waar je als team zit. Uh, maar er moeten altijd stappen gemaakt worden, omdat in een traditionele organisatie nou eenmaal een aantal. Uh, ...competenties niet ontwikkeld worden en het, het is echt een hele andere manier van werken. Dus daar zit echt een belangrijk ontwikkeltraject in. En om dat wat concreter te laten zien gebruik ik uh, de ontwikkelfases van Tuckman... Uh, ...voor de mensen die dat niet kennen. Uh, Tuckman heeft uh, ontwikkelfases ontwikkeld, dat noemen we de ormingfases ook wel. Uh, ik loop er nu even kort doorheen. Uh, wat hij eigenlijk zegt is elk team maakt eigenlijk steeds fases door. En die fases die zijn uh, hier zichtbaar. Eén uh, is de oriëntatiefase. En je ziet aan, die, uh, aan dat cirkeltje met die rondjes erin dat de oriëntatiefase betekent: het team is nog geen team, is zich nog aan het ontwikkelen, is nog helemaal niet aan elkaar gecommitteerd, is ook niet loyaal aan het team. maar is vooral vaak nog loyaal of aan zichzelf of naar teams waar die uitkomt of waar die ook nog onderdeel van uitmaakt. Dus dat hangt nog een beetje als loszand aan elkaar. Als dat team dan toch bij elkaar wordt gezet, komen ze uiteindelijk vanzelf in de stormingfase. En dat is de fase waarin ze uiteindelijk dan toch de keuze maken. Oké, okay, we moeten dit samen doen. Uh, en dan gaan de machtsstrijdjes plaatsvinden. Dus dan is het ook, stormt het dus ook soms in het team. Als dat dan. Uh, goed wordt afgerond, uh, komt een team vanzelf in de normingfase, dan komt het allemaal een beetje tot rust. Dan gaan we ook een beetje aan het werk, dan zijn de normen en waarden duidelijk en dan kunnen we aan de slag. Maar dan zijn we nog wel heel erg op onszelf gericht. Uh, en als we daar dan weer wat meer voet onder, uh, aan de grond hebben gekregen, dan uh, zijn we op een gegeven moment zover dat we kunnen zeggen: Nou, we gaan nu echt prestaties leveren. Alles wat met het team te maken heeft, is geregeld, het is op orde. We kunnen aan de slag. En dan komen we in fase 4. Nou, en als dat dan een tijdelijk team is of er gebeurt wat, dan kan het ook altijd weer zo zijn. En dat zie je dan rechtsboven bij 5. Uh, dat staat met een stippenlijntje. Ergens komt een team ook weer aan zijn eind en dan wordt er weer afscheid genomen. Maar ik focus me uh, in dit webinar vooral op de eerste vier fases. En dan is het misschien wel leuk om even te kijken, hè, met even de korte introductie die ik nu heb gegeven. Misschien kun je dan even zelf inschatten welke fase geldt op dit moment voor jouw team. Dus als je kijkt naar hoe jouw team op dit moment functioneert. Misschien zeggen jullie allemaal wel, nou we zitten echt wel in de performing fase, maar misschien zit je wel in een nieuw team of zit je in een projectteam. En er, zijn er ook andere fases van toepassing. Dus de fases staan gewoon op een rij. Fase 1, 2, 3, 4 of 5. Waar zit jouw team? Ik ben benieuwd. Oh. Nou, op dit moment is het nog zo dat uh, vooral de, de fases 2 en 3 aan het scoren zijn. Ik wacht nog even. Even kijken. Uh, storming is, scoort op dit moment echt het hoogst. Ja, ik denk dat iedereen een beetje heeft uh, gescoord. Uh, nou, dat is uh, net even anders dan ik had verwacht. <laughs> dat is altijd eigenlijk het leukste. Hè? Uh, maar wat ik zie is dat er dus veel van jullie zijn die op dit moment in de stormingfase zitten, waarin dus nog machtsstrijd bezig is. En het interessante is dat uh, dat kan, dus een fase zijn, omdat je net in een nieuw team zit en dan is het logisch. Maar het kan ook zijn dat je al heel lang in een team zit en dat, er toch nog, uh, dat je toch nog in die stormingfase blijft hangen. En dat betekent dan. Dat er misschien wel niet op een goede manier mee omgegaan wordt en dat je daarom niet doorgroeit naar die norming en zelfs die performing. En dat zou jammer zijn en daar gaan we nu dan ook verder naar kijken. Ja, dat was inderdaad de laatste score. Nou, wat ik dan. Uh, ik maak even een vervolgstap, want die, die fases van Tuckman die zijn wel duidelijk. En wat uh, Marijke Links maar vervolgens heeft gedaan, die heeft aan die fases een vakvolwassenheid gekoppeld. En die heeft eigenlijk gezegd, om die fases door te komen, of als je als team die fases doorkomt, word je ook iedere keer natuurlijk vakvolwassener. En dat is maturity, dus maturity level. Vandaar dat je hier M1 tot en met M5 ziet staan. En eventjes om kort de kenmerken weer te geven van hoe nou die vakvolwassenheid zit in die verschillende fases. Hier eventjes kort. Dus als je in vorming zit, ben je eigenlijk nog helemaal niet daarmee bezig en ben je vrij afwachtend. Storming is echt wij en zij. Norming is wij tegen de wereld. Performing is klaar voor zelfsturing en adjourning is natuurlijk afscheid. Nou, dan loop ik even met je die fases door en dan kan ik je laten zien wat moet je nou doen om ervoor te zorgen dat als je in storming zit, zoals een groot aantal van de mensen die er vandaag bij zijn, uh, hoe kom je dan verder? Wat moet je dan doen om te groeien? Want, zoals je hier ziet, moet je in performing zitten om klaar te zijn om de stap te maken naar een zelfsturend team. Dus dat moet je eerst doen. Je moet eerst zorgen dat je team in de performingsfase zit. En dan kun je wat makkelijker de stap maken naar zelfsturing. Nou, dus we zitten nu in M1, hè, afwachtend. Uh, we zijn nog niet echt een groep. Als de manager doet wat de groep van hem vraagt, werkt hij hard, uh, geeft hij zeer sturend leiding, zeer direct, instructief. Hè? Dus is heel erg aan het instrueren, heel duidelijk, heel uh, uh, normstellend, zeg maar. Uh, maar dat is eigenlijk niet wat het team nodig heeft om de stap naar M2 te maken. Als je de stap naar M2 wil maken, moet je en wel vanuit de leiding en wellicht ook wel vanuit in de groep, dus als je een deelnemer bent van de groep, is het belangrijk dat je zorgt dat je juist die samenwerking stimuleert. Dat je in je reacties juist betrokkenheid creëert. Dat je zelf laat zien of aan je team laat zien: "Joh, laten we nou meer verantwoordelijkheid nemen en laten we ons richten op resultaatgericht werken." Dus iedere keer zul je zien dat in die verschillende fases van teamontwikkeling... je als leidinggevende niet moet doen waartoe je wordt eigenlijk verleid... maar dat je de strategische keuze moet maken om een tactiek in te zetten... waardoor je team zich ontwikkelt en groeit naar de volgende fase. Nou, dan ook weer. Dus nou maken we even de volgende stap. En dit is dus de stap waar een groot gedeelte van jullie in je team zit... Um, en dat is dus dat naar elkaar wijzen, een uh, beetje ruzie maken, uh, nee, geen verantwoordelijkheid uh, nemen, maar wel invloed willen, hè, dus macht willen uh, bereiken, invloed willen krijgen. Uh, en als de manager niet uitkijkt, wordt hij een beetje een deel van het probleem, omdat hij uh, heel erg crisismanagement doet: pleisters plakken. Hè, de, ik ben de hele tijd maar bezig met gedoe, waarom kunnen ze het nou niet zelf? Nou, die fase is normaal, maar als jij wil dat jouw team dus doorgroeit naar M4, uh, dan is het belangrijk dat je dat dus niet doet, maar dat je mensen bij elkaar zet. Dat je mensen stimuleert om uh, hun mening te delen, uh, maar ook naar elkaar te luisteren. Om elkaars verschillen te respecteren en om te leren zelf conflicten op te lossen. Nou, en als je dat stimuleert, komen we vanzelf in M4. Want bij M4 zijn we een groep. We zijn een groep. We komen voor elkaar op. We helpen elkaar. We zijn ook trots op wat we doen. Um, het is wel belangrijk dat dit dus ook weer een tijdelijke uh, fase is, want uh, en ik noem dat even, omdat ik best in organisaties vaak zie dat dit een hele verleidelijke fase is ook om in te blijven. Ik zag dat een paar van jullie ook hadden ingevuld dat ze daar zitten. Dit is een hele verleidelijke om in te blijven. Wat zijn wij toch goed en wat zijn zij toch slecht? Een uh, manager kan heel erg trots zijn op zijn afdeling, kan zelfs tegen collega's zeggen: Weet je wel, wij doen dat allemaal, jij doet dat niet. Dus het is een, dit is een verleidelijke fase om in te blijven zitten, maar het is eigenlijk niet de eindfase. Zeker niet de fase waar, waar je de stap naar zelfsturing goed kunt maken, omdat je heel erg intern gericht bent. Dus je, je, je levert goede prestaties, je hebt een goede sfeer. Uh, er wordt ook echt heel hard gewerkt. Mensen zijn loyaal aan elkaar. Uh, maar wat nodig is, is dat je je gaat realiseren als team dat je een onderdeel uitmaakt van een grotere wereld. Uh, en dat je een stukje bent van een keten en daar je bijdrage in moet leveren. Dus je kunt niet zeggen we leven op een eiland, maar je moet zeggen we zijn een onderdeel van een groter geheel. Onze verantwoordelijkheid ligt dus ook verder. Uh, wij moeten procesmatig denken, wij moeten strategischer gaan denken en we moeten een soort van uh, zelfverantwoordelijkheid en invloed pakken voor ons stuk, maar vooral ook contacten leggen met de mensen om ons heen, omdat we het samen moeten doen. Nou, doe je dat, dan kom je in die performing fase uit. En dan zeggen we eigenlijk, je bent taakvolwassen en je bent organisatorisch volwassen. Dus je bent gewend aan die veranderende omgeving. Je bent flexibel. Je kunt meebuigen. Je bent niet gelijk van slag als er iets van buitenaf gebeurt. Dat ben je in M3 nog wel. Um, je staat open voor nieuwkomers. Hè. Je bent niet zo'n clubje van wij, uh, wij zijn allemaal goed. En als er een nieuwe bij komt. Hmm. Hè, dus dat, dat is een, uh, eigenlijk de belangrijkste plek om te zijn. al in een gewone organisatie als team. Um, en een manager uh, hoeft eigenlijk alleen nog maar. Uh, zeg maar te beantwoorden. Hè? Dus die gaat coachvragen beantwoorden, uh, kan soms ook uh, stimuleren om rollen te wisselen, want dat is ook wel belangrijk bij zelfsturende teams. Maar hoeft niet meer zoveel te doen. Behalve als die manager de stap wil maken naar zelfsturing voor zijn team. Want dan moet je dus ook weer strategisch stappen gaan zetten, uh, meer delegeren. Uh, meer lange termijn dingen stimuleren, dus zoals dus zingeving, visieontwikkeling bij het team. Dat is de stap die je dan letterlijk maakt naar zelfsturing. Dus zo zie je dat je die teamontwikkelfases van uh, Tuckman in combinatie met Linksma... kunt gebruiken om jouw team klaar te maken voor zelfsturing. En je weet dus vanzelf als je in M2 zit heb je dus nog een paar stappen nodig hè, naar M3 en M4... Uh, en als je in M3 zit heb je wat minder stappen nodig. Dus, dan kun je heel goed in, dus je moet weten waar je naartoe wil en je moet vooral ook weten waar je staat. Nou, dan uh, heb ik nog even uh, vijf er nog even wel bijgezet. Dus M5, dat adjourning. Uh, dat heeft met zelfsturen natuurlijk niet meer zoveel te maken, maar het is natuurlijk wel belangrijk om je te realiseren dat als het team wordt ontmanteld, dat je dan moet zorgen dat dat op een goede manier gebeurt. Um, en het kan ook zijn dat, uh, want het kan ook een gedeeltelijke ontmanteling zijn. Hè. Het kan ook zijn dat er een aantal mensen uit zo'n team gaan, dat er nieuwe mensen inkomen. Dat kan ook soms een hele zinvolle zijn. Uh, want soms kom je in een team en wil je met een team naar zelfsturing en past niet iedereen in die stap. En dan kan het goed zijn om terug tussentijds uh, wat mensen uit het team te halen, nieuwe mensen erin te zetten. En dat moet je wel even op een goede manier doen, want zo'n team is dan zo op elkaar aangewezen geweest, uh, heeft zoveel met elkaar gedeeld. Dan moet je wel even een punt maken. Dus bijvoorbeeld zo'n teamborrel of zo, uh, om ervoor te zorgen dat er een goede manier van afscheid is en dat het team ook weer daarna verder kan. Dus daarom toch nog eventjes toch, M5 genoemd, het, het, de adjourning fase, het afscheid. Nou, dan nog een paar dingen die ik nog wil vermelden als het gaat om uh, zelfsturende teams. En dat is uh, allereerst de teamgrootte. In het algemeen uh, lees je in de literatuur dat gesproken wordt over een team wat niet te groot is tussen de 8 en de 12. Um, als ik heel eerlijk ben, uh, dan neig ik wat meer naar maximaal 8. Uh, je moet een groep hebben die elkaar nog kan aanspreken. Het moet niet zo groot zijn dat er. Dat, dat hè, de verleiding te groot is om toch weer kleine teampjes te vormen, um, en, en dan mede- en tegenstanders te krijgen. Voor mij is 8 eigenlijk het maximum, de literatuur zegt 8 tot 12, dus dat heb ik jullie hier nu meegegeven. En wat je, wat je echt nodig hebt, is een lerende bedrijfscultuur. Waar het misgaat, is als zelfsturende teams echt alleen worden ingevoerd voor uh, zeg maar efficiëntie of kostenreductie. Je hoort vaak we halen er een laag tussenuit, want dat scheelt ons kosten. Een managementlaag eruit halen en dan zelfsturende teams. Ja, dan, dan zit je net niet op de goede lijn en dan kies je er ook vaak voor om niet voldoende te investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Dus dan staat het ontwikkelen, het groeien van medewerkers niet centraal, maar dan staat de kostenreductie centraal en dan. Heb je, loop je toch het gevaar dat er verkeerde keuzes worden gemaakt en dat het niet zo succesvol is. En dat er weer een, 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 een informele leider opstaat en zo. En dat, dat in zo'n team eigenlijk dezelfde structuur weer gekozen wordt als in de rest van de organisatie en dan heb je er nog niks aan. Dus je hebt wel een lerende bedrijfscultuur nodig. Dan even nog uh, wat andere vragen die ik van jullie gekregen heb in de intake. En dat zijn eigenlijk vragen die te maken hebben met als je nou een zelfsturend team hebt, hoe ga je dan met een aantal dingen om? Bijvoorbeeld, hè, moet je nou een leider in het team of niet? Wie of wat rapporteert nou eigenlijk uh, naar buiten toe? Wat doe je bij verzuim? Hè? Heb je interventies? Hoe pak je dat nou aan? Wat doe je als er op beslismoment geen overeenstemming is? En uh, wat ik ook wel leuk vind, is wat doe je met Haantje de voorzitter? Dus die heb ik er ook nog maar even bij gezet. Nogmaals, ik heb ze niet allemaal erin gezet, hè, maar even... Uh, maar een beetje een, uh, zodat je een beeld krijgt van de vragen die ik heb gekregen in de intake, die jullie hebben kunnen invullen. Uh, en allereerst is hier op, op al deze vragen eigenlijk maar één belangrijk antwoord, en dat is voorbereiding. Dus alle dingen die jullie net hebben opgeschreven, horen bij het voorbereiden op een zelfsturend team. Dus je moet procedure en procesafspraken maken. Om ervoor te zorgen dat zo'n zelfsturend team kan slagen. Dus je moet afspraken maken over wat doen we met leiderschap. Uh, je moet afspraken maken over wat doen we als iemand zich niet uh, aan de afspraken houdt of zich gaat misdragen, of weet ik veel wat. Uh, wat doen we als we er samen niet uitkomen? Wat voor besluitvorming gaan we dan toepassen? Dus daar moet je uh, van tevoren al proces en procedure afspraken over hebben gemaakt. Als dus je eenmaal in een team zit, wordt dat natuurlijk een heel gedoe. Want als je afspraken moet gaan maken terwijl er al een probleem is... en er is al een verschil van mening, dan kom je er bijna niet meer uit. Dus kijk, het kan en, en soms moet het ook. Maar het mooiste is als je dat soort dingen nou juist van tevoren regelt. Dat hoort bij die tijd, die energie, uh, dat lerende stuk... wat je er allemaal insteekt voordat je met zo'n zelfsturend team begint. Nou, kan ik me voorstellen dat een paar van jullie denken... ja, dat is lekker stel ik hele specifieke vragen, komt ze met uh, zo'n antwoord. Nou, los van dat dit echt het belangrijkste antwoord is wat ik daarop kan geven, heb ik ook nog wel specifieke antwoorden op jullie vragen. Dus daar loop ik even met je doorheen. Uh, nou, wel of geen leider in het team. Wisselend leiderschap is belangrijk, want als je namelijk een vaste leider kiest in een zelfsturend team, is het geen zelfsturend team meer. Dan is het gewoon een team met een leider geworden. Dus er hoort echt wisselend leiderschap bij. Dat geldt ook voor rapportage vanuit het team. Normaal gesproken is er een, moet er een rolerend systeem zijn, zodat iedereen daar ook mee aan de slag kan, zodat iedereen verschillende rollen kan kiezen. Natuurlijk, hè, alles hangt af van hoe bij jullie de situatie is en wat wel en wat niet kan, maar zelfsturend team betekent dat je alle rollen met elkaar doet en verdeelt. Nou, wat doe je bij, uh, bij verzuim? Hè? Of, of wat zijn mogelijke interventies die je moet toepassen? Nou, dat moet je dus echt ook van tevoren regelen, maar dat kunnen coachtechnieken zijn, luisteren, samenvatten, doorvragen hè? dus communicatietechnieken. Uh, het, het kunnen ook andere maatregelen zijn, maar dan zou ik je graag door willen verwijzen naar jouw PZ-afdeling of Human Resources, of hoe dat dan ook maar bij jullie uh, heet. Uh, want dat, dat, ja, dan, dan moet je even kijken wat voor dingen jij mag doen binnen het kader van verantwoordelijkheid en invloed, wat jij als zelfsturend team hebt gekregen. Uh, maar normaal gesproken is het vooral ontwikkelen van feedback. Uh, wees transparant. Uh, zorg dat het niet de hand, uh, uit de hand loopt. Dus hè, spreek mensen daar snel en gelijk op aan. Uh, maar het, ja, dus het, het, binnen een team zie ik dan vooral dat soort uh, dingen. Communicatieve technieken, coachtechnieken. Eigenlijk hè, moet je jezelf en elkaar managen. Dus wat een manager zou doen, moet je binnen zo'n team dan ook doen. Nou, en dan beslismomenten. Ja, dat moet je ook van tevoren regelen. Dus je moet van tevoren regelen. Als dit gebeurt, wat doen we dan? Uh, en daar kun je bijvoorbeeld uh, nou ja, gewoon besluitvormingsdingen uh, 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 voor kiezen. die je ook bijvoorbeeld in een vergadering zou doen. Dus manieren om beslissingen te nemen. Dus of je doet het met stemmen. He, en je zegt van, nou, we moeten twee derde moet voorstemmen, of he, we doen een blinde stemming, of we doen een, een met handopsteken stemming. Uh, maar er zijn heel veel besluitvormingsmodellen uh, die je voor verschillende situaties kunt gebruiken. En ik zou je aanraden om uh, gewoon eens te brainstormen over wat gaat er nou, wat gebeurt er nou allemaal, wat kunnen er allemaal misgaan in een team, waar moeten we allemaal beslissingen over nemen... en welke vormen van besluitvormen kiezen we voor welke situatie. Nou, een haantjes de voorste, ja. Uh, sowieso vind ik uh, het altijd lastig hoor, om, om daar iets van te zeggen, omdat ik ook weet dat het een het ander vaak uitlokt. Uh, dus als er een haantje de voorste is, zijn er misschien ook wel mensen die uh, niet helemaal assertief genoeg zijn. Daar moet je dan natuurlijk ook rekening mee houden. Maar belangrijk is om transparant te zijn, aan te spreken op gedrag. Maak het vooral niet persoonlijk, maar spreek mensen aan op gedrag. Uh, en, nou ja, en als het ook weer te ver gaat en je komt er samen niet uit, dan moet er wel natuurlijk altijd een backup zijn van de organisatie. Of dat nou PZ is of uh, een manager die je buiten het team alsnog hebt. Dus dat even uh, toch nog concreet als antwoorden op jullie vragen. Dan nog eventjes de valkuilen. En als het goed is, heb je die al een beetje meegekregen uit het verhaal wat ik heb uh, gehouden? Uh, belangrijke valkuilen zijn dat kader en doel niet helder zijn. Dat je niet voldoende invloed krijgt, dus niet voldoende regelen, regelmogelijkheden. Dat de organisatie niet heeft, zich niet heeft aangepast en he, dus niet consistent meewerkt aan dat zelfsturende team. Waardoor je in oude patronen terugvalt, zie je best wel vaak. Uh, omdat die oude patronen natuurlijk ook is wat je kent en wat je weet. Dus op het moment dat er crisis komt, val je daarin terug. Dat er niet een goede reden is voor zelfsturing, dat is wel vaak een reden waarom het niet goed gaat. Te snel willen, geen tijd maken en te veel te snel verwachten. Dus niet voldoende begeleiding, training en coaching krijgen. Dat zijn echt hele belangrijke valkuilen. Uh, en misschien herken je ze, uh, misschien nog niet, maar hou ze in je achterhoofd. Want op het moment dat je ze gaat zien, moet je eigenlijk wel aan de bel trekken als je wilt dat je uh, de invoering van zelfsturende teams succesvol wordt. Nou, dan zijn we er alweer bijna doorheen. Uh, en wat ik dan zou willen zeggen is relax. Zelfsturende teams kunnen fantastisch zijn, maar neem de tijd om er rustig over na te denken. He, want de voorbereiding is toch wel een belangrijke voorwaarde voor succes. Dus ga met z'n allen daar eens rustig over nadenken. Uh, ga voor jezelf eens op een rij zetten hoe de situatie is, waar je tegenaan loopt en wat je volgens jou allemaal nodig hebt. Doe dat ook als organisatie. En dan kun je volgens mij heel veel baat hebben bij het werken met zelfsturende teams. Want voor, wat mij betreft is het wel iets wat bij deze tijd hoort. Uh, we worden als uh, medewerkers en werknemers steeds zelfstandiger. Uh, we zijn natuurlijk intelligente, uh, zelfdenkende mensen. Dus geef medewerkers zoveel mogelijk invloed. Het is uh, eigenlijk uh, ja, een, een belangrijke stap in de ontwikkeling van de maatschappij als geheel. Maar doe het wel hè, met de nodige aandacht en tijd. Nou, Dan nog eventjes uh, de stap maken naar, uh, naar Learnit. Want wij zijn natuurlijk een trainingsbureau. Uh, en natuurlijk geven wij hele leuke trainingen waar je ook wat meer te weten kan komen over zelfsturende teams... Uh, groepsdynamica bijvoorbeeld is echt een hele interessante en leuke training die je bij ons kan volgen. Maar ook coachend leidinggeven, want inderdaad, er hoort natuurlijk een hele andere vorm van leidinggeven bij het werken met zelfsturende teams. Dus nou, misschien zie ik je nog eens terug bij zo'n training. Uh, lijkt me heel erg leuk. Uh, tot dan toe, uh, dank je wel voor het kijken. Uh, en ik wens je nog een hele fijne dag. En wie weet, tot ziens.